Oh! Dit wist ik niet. Ik dacht dat Torquet pas ging levelen op level 36, joh. Hey, nice. Een instant roar. Yeah! Hey, mede Pokémon trainers. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pokémon Sun and Moon. En we zijn nog maar 2 dagjes verwijderd van Ultra Sun and Moon. Oh yeah, wat hebben we er zin in. Ik hoop dat jullie er alweer zin in hebben. Druk even op duimpje omhoog. Vandaag en morgen zullen de laatste afleveringen van Sun and Moon zijn. En ik heb er best wel zin in. Ik denk dat we even lekker deze stuffel neer gaan knallen. Met onze Torracat. Yeah. Dacht ik eventjes. Gebakken beer. Ga ervoor. Poes. Maak het af. Even kijken. Lekker firevingertje op jou. Hoppa. We gaan op zich ook best oké nog met level, als je het mij vraagt. Best oké. We kunnen wel wat sterker zijn, is mijn eerlijke mening. Maar op zich, we hebben een mazzel dat we een Marshadow van level 51 hebben. Waar we op zich best wel veel mee kunnen winnen. Maar ja, we moeten ons langzamerhand wel een beetje klaar gaan maken voor de Elite 4. Vandaag gaan we even 2 trials verslaan. Dat gaan we even gewoon doen. Easy peasy lemon squeezy. Ik heb er wel vertrouwen in. Hallo. Ja, hoi. Let me check your collections of set crystals. Nou, die hebben we wel. 8 stuks als het goed is. Ja. Oeh. Ja, die wil je wel, hè? Oh, nu ga je de poort pas voor me openen. Oeh. De ghost type trial. Dat is awesome, want we hebben een Torquet. Meestal is vuur best wel krachtig tegen ghost type. En anders hebben we nog maar shadow. Ben er niet zo bang voor, hè? Laten we dezegene even een poepie ruiken. Ben heel benieuwd wat voor geest Pokémon's hij of zij heeft. Ben jij nou serieus de trainer hier? Oh, nee. We krijgen van haar een... Oh, we kunnen paardje rijden nu. Oh, dat is lief. Dankjewel. We hebben van haar een paardje gekregen. Even kijken. Laten we eens kijken. Hier is het paardje. Kijk eens. Ja hoor. Joehoe. Oh, kijk. Dan kunnen we over die rots heen. Yeah. Kijk ons even lekker paardje rijden. Hoppa. Wat zou je voor Pokémon zijn? Hé, hey, hier ligt iets. Hé, hey, een Zygarde Cube. Ik ben benieuwd wat voor Pokémon's hier zijn. Altijd spannend om te weten wat er zit. En het is een... Mudbray. Nee, joh, hoef ik niet. Ga nou even weg, joh. Nou, het zal wel. Er zullen hier echt allemaal Mudbrays en dat soort dingen zitten. Ja, hop, hop, hop. Paardje ingelopt. Ah, Team Skull. Zitten jullie me nou weer op te wachten, jongen? Is het geen Team Skull? Punk, Per, Yoko en Lane. Dit is toch gewoon bijna Team Skull, dit. Oké. 2 tegen 2. Kom maar op, ben niet bang. Easy peasy. Pancham en een Krokorok. Die Krokorok, die wil ik ook. Torquet en Grimer. Zullen we eerst die pandabeer uitschakelen? Ja, zullen we eerst die pandabeer gewoon even lekker in de brand zetten? Hier, pandabeer. Zo, we gaan die pandabeer even aanpakken. Doei, panda beer. Crunch. Ze gaan sowieso... Oh, ga je Torquet pakken? Nice. Ah ja, die andere ook, denk ik. Pancham gaat ook Torquet pakken. Vanzelfsprekend. Poisoned. Oké, dat is top. Ja, zie je, ze pakken Torquet. Jongens, wat kinderachtig. Maar wel begrijpelijk. Oké, die Pancham die is niet dood bij zijn volgende poison. Dat is wel een beetje balen. Onze Gyarados heeft niet supersterke aanvallen nog. Dus dat is een beetje... Ja, mooi. Maar hij is wel 81 HP. Dus op zich, als we nou met Gyarados die pandabeer even neerbijten. Kijk, als we met Gyarados nou splash doen. Ja, laten we hem even splashen. Kijk, dan doen we met Grimer doen we even een poison fang. Oh ja, tuurlijk. Pak Grimer nou maar aan. Super effectief. Wow. Kijk, dan is die dood. En anders is die sowieso naar de poison dood, wou ik zeggen. Maar hij is nu neer. Dat is chill. Kijk, Gyarados leveltje omhoog. Als het goed is, leer jij binnenkort Twister. Hey, hoe wist ik dat? Hoe wist ik dat? Nou, dat kan niet. Ja hoor, daar heb je Twister. Kijk, dit is top. Als we nou die krokodil neer kunnen halen met z'n tweeën... dan gaat Gyarados gaat nog even flink wat XP hiervoor krijgen. 400 weer, denk ik. Dat houdt dus in dat we... Oh, Twister doet dus allebei een aanval. Nice, wist ik niet. Nou, je bent nog niet gepoisoned. Dan gaan we even zorgen dat je poisoned geraakt. Crunch. Ja, dat doet wel wat schade, maar niet heel veel. Hier, neem een Twister. Nou, dat doet ook niet heel veel. Hij moet even poisoned raken. Nu dan? Nee, ook niet. Nou, dan bijten we jou ook eventjes. Nee, oké, dat gaat toch naar hem toe. Maak het even af. Mudslap mag. Maar ik denk dat we deze wel gaan winnen, 2 tegen 1. Hoppa, even lekker een happie eruit. Poison Fang, zoals je ziet, wordt hij nu gepoisoned. Nog niet. Damn it. Wat een doorzetter. Crunch op Gyarados. Ja, tuurlijk. Happie. Nou, tot ziens. Lekker gedaan, jongens. Kijk, dit is even top. Gyarados toch even weer een leveltje omhoog.
altijd goed om hem even bij zo'n battle erbij te trekken. En vooral als het zo'n 2v1 battle... Oh, ligt hier iets? Ja, hier ligt iets. Een Zygarde Cube. Weer? Damn. Even kijken. Nu gaan we toch even een andere Pokémon tegenkomen. En het is een... Oeh, Elekid. Awesome. We hebben nog geen elektriciteits-Pokémon. Willen we een Electabuzz? Op zich, we hebben nog niks. Op zich, een Electabuzz zou wel heel awesome zijn in het team. Oké, hij is poisoned. Gaat niet veel vanaf. Ik heb geen idee wat hij heeft. Nou, we gaan het gewoon proberen. Als hij erin gaat, gaat hij erin. Gaat hij er niet in, gaat hij er niet in. Wil je bij het team, jongen? Bij het stoere team? 1, 2, 3. Nou, blijkbaar wel. Welkom in het stoere team van ons, Elekid. Ik ben heel benieuwd wat voor aanvallen die eigenlijk heeft. Oké, Elekid was weggestuurd. Op zich is best wel een oké Pokémon. Hij is niet super snel, maar hij is wel weer een beetje zo'n lekker tanky. Wat hebben we allemaal voor aanvallen met deze? Wat heeft hij allemaal? Ik gooi hem even in mijn party. Ik denk dat het nu toch wel tijd is dat we afscheid gaan nemen van onze Grimer. Ja, denk het wel. Ja, het is Grimer of Haunter. Ik haal nu Grimer eruit. Als jullie zeggen van nee, haal Haunter eruit en neem geen Gengar... Snap ik het ook. Moeilijke keuze dit. Oh, wacht. We kunnen wel even kijken wat hij heeft. Als het echt een waardeloze Elekid is, heb ik er niks aan. Hij moet wel een beetje een oké elektriciteitsaanval... Oh, kijk. Thunder Punch, Electrobal. Hoppa, dit komt wel goed. Dit is wel een leuke Elekid, kan ik je vertellen. Kom maar, jij wil vechten. Dus ik praat vanzelf even met je, want je staat toch te wachten. Kom maar op, jochie. Ben er klaar voor... Kranidos. Oh, die wil ik ook. Oh shit, we beginnen meteen met Elekid. Dit is niet lekker. Dit is niet lekker, want die is poisoned. Ja hoor, tuurlijk. Nou, geef hem even een Thunder Punch. Bam! Op je neus. Hopelijk raakt hij me niet en is hij paralyzed. Ah, hij doet scary face. Oh, dat mag. Maar lekker, jongen. Even zo'n Elekid erin. Gewonnen. Ik wou even opzoeken op welk level Elekid ging evolueren in Electabuzz. Maar dat is blijkbaar over een level al. Dus dat is echt top. Ben ik blij mee? Waar gaat dit heen? Oké, als onze Elekid toch oké doet. Ja, use. Hebben we geen super potion? Ja hoor, die hebben we ook nog even. Hoppa. Oh, we hebben zelfs rare candy. Gaan we nu niet gebruiken, zonde. Even kijken. Nou, Elekid is gerevived. Jij wil ook met mijn trainer vechten. Kom maar op. Met jou wil ik ook nog even een potje knokken. Meneer de business guy. Ah, ja. Officer worker Shane. Psyduck. Kijk, Elekid hoeft level 30 te worden en wordt een Electabuzz. Dus hij is echt bijna. Hij is 29. Dus één keer evolueren. Hier. Bats. Neem deze op je gezicht. Doei, Psyduck. Psyduck. Weer hoofdpijn, jongen. Livien, level 30. Nice. Nee hoor, Vero ben ik ook niet bang voor. Die vindt elektriciteit ook niet leuk, kan ik je vertellen. Maar dit is wel chill. Eindelijk een elektriciteits-Pokémon. Dat ik ook zeg van ja, is een keer iets anders dan iets anders, hè. We hadden ook een Pikachu kunnen nemen en een Alolan Raichu. Maar onze Elekid die gooit nog even wat lekkere thunderpuntjes. Hoppa. Ja, paralyzed. Oké, deze Vero is ook zo uitgeschakeld. Als die geparalyzed is. Kijk, top. Bam. Doei, Vero. Hallo, XP. Hoppa, 925. Gyarados level 25. Ah, dit gaat lekker. Dit is super. Blij mee. Ja, ik ben echt wel blij dat we Elekid hebben gevangen. Vraag me alleen af wat hier aan de hand is. Moeten we hier wel zijn eigenlijk? Wat staat er op het bordje? Power plant. Hier ligt weer zo'n Cubus. Waar moeten we afstappen? Moeten we hier wel naar binnen? Oh ja, we kunnen naar binnen. Ja, maar hier moeten we niet zijn, denk ik. Hey, wel, professor ook stond hier. Maar hier moeten we denk ik nog niet zijn. Laten we gewoon lekker weer weggaloperen. De groetjes. Nou, we hebben in ieder geval al verslagen. Zijn we in ieder geval bij de power plant al geweest. Op naar de geeststraal. Oh, wacht! Volgens mij is dit het strand waar je Mimikyu... Of waar je Pyukumyukus kan vangen uit mijn hoofd. Maar weet ik niet zeker. Hallo! Hey, Sarah, je weet dat je geen water-Pokémon moet gaan gebruiken, zoals wat je gaat doen. Want, kijk, wij hebben een Elekid. Dat is vast niet verteld hier in de buurt van... Yo, hij heeft een Elekid. Nee, dacht ik al. Dus, ja, sorry. Het spijt me, man. Maar dit gaat wel pijn doen. Boom! Oh, nou, dit niet echt super pijn. Blijf staan, Elekid. Oh, fiets. Hij moet een potion hebben. Super potion op Elekid AUB. Dank u wel. Vincent used a super potion. Ik ben nooit zo'n type die eigenlijk potions gebruikt. Die blijft gewoon doorvechten tot die knockout gaat. Ja, dan is deze super effectief. Omdat we net geheeld zijn. Vechten. Gooi even een Thunder Punch die kant op. En paralyze treffen. Hoppa. Nu dan? Nee, niet geparalyzed. Nou, oké, we zijn wakker. Maak het nu af met de critical, want anders zijn we de pineut. Oh, ja, hoppa, lekker jochie.
Nou, ben je level omhoog? Ben je in Electrobus? Zeker wel. Kijk, dit is lekker. Dit is lekker. Heel erg lekker. Dames en heren, ik presenteer u met allen onze Electrobus. Tada! Elekid is evolving? Huh? No, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Electrobus. Hoppa, wat een lekker jochie is het ook, hè? Ja, dit is wel relaxed. Hoppa! Kijk, we beginnen gewoon hier de Pokédex vrij te spelen, joh. Nou, nice. Welkom in het team. Even kijken hoor, kon je hier nou die... Kon je nou die Pyukumukus vangen? Nou, het zal wel. Kijk, het is denk ik goed dat we die Zygarde Cubes nu al verzamelen. Want die gaan we straks wel denk ik nodig zijn voor iets. Oh, hier zit een Cabraler. Als je dit pakt, krijg je een Cabraler. Voor de mensen die dat nog niet weten. Ik denk dat iedereen dat al lang weet. Maar ik dacht van ja, zeg het toch eventjes. Mocht je het nog niet weten, dan weet je het nu. Hopelijk kunnen we onze Pokémon hier een beetje reviven. Hey, we hebben weer iemand hier weer terug. Gladion. En hij gaat weer weg. Niet? Wil je geen battle? Wil je geen battle? Ga je gewoon weg. Ze zijn op zoek naar Cosmog. Hebben ze hier geen Pokémon Center? Alsjeblieft dat ze hier een Pokémon Center hebben. Oh, een maansteen. Nice. Moonstone. Kunnen we wel wat mee. Hé, hey, hier zit weer iets. Oh, jij hebt vast voor mij een betere vishengel. Nee, niet. Jammer. Dit is wel zuur. Hebben ze nou wel of geen Pokémon Center? Lol, nee. Is Team Skull hier nou alweer? Jongens, hebben jullie nou niks beters te doen? Oh, dit is wel een Pokémon Center. Hoppa, kijk. Even naar het Pokémon Center. I'll take your Pokémon for a few seconds. Dankjewel. Ik vind onze Electabuzz wel echt awesome erbij passen ook gewoon hoor. Moet je nagaan, we hebben nog steeds geen Pokéballen gekocht volgens mij. Of misschien wel. Het zou heel ver geleden zijn. Maar ja. Hey, dit gaat top. Even hier door het bosje kijken wat erin zit. Niks. Oké, dan lopen we door. Doei. Wat een mooi huis. Hallo. Staat er nou een aap als balieassistente? Strangers. Dat betekent gevechten. Oh, tuurlijk. Oh, jongens. Hij heeft een Elekid. Tuurlijk. Wat een verrassing. Hier, een poes. Ja, eigenlijk moet hij al een Electabuzz hebben. Hij is level 30. Ja, hij schrok van deze Fire Fang dat hij gewoon niet wou aanvallen. Nou, prima. Hier, ga dan maar even dood. Doei, Elekid. Ga nou niet zeggen dat je zusje ook nog een keer wil vechten. Let maar op, die wil ook nog een keer een potje vechten. Fury Swipes. Is er iets wat ik... Oh, nee. Oh, te snel geklikt. Nou ja, oké. Op zich, Fury Swipes niet super belangrijk. Ze hadden wel een aanval ervoor kunnen wisselen waarschijnlijk. Ik deed mijn best. Ik ben een kind, je weet wel. Hey! Oh, nee. Lily wordt lastiggevallen door Team Skull. Maar hey, kijk, daar zijn wij. We redden er. Yeah, kom erop. Je kan niks tegen ons, jongen. Een Drowsy. Geef hem maar even een lekker likkie over zijn koppie. Hier, lebber. Uh-oh, poisoned. Ja, dat is niet lekker. Doe maar een Fire Fang dan even op zijn kant op. Die avel doet gewoon meer schade. Oh, ga even mediteren. Doei, Drowsy. De groetjes. Yeah, Team Skull verslagen. Moet je maar niet stoer doen. Moet je geen meisje pesten. Nou, hier is ze. We moeten haar achtervolgen dus. Kom erop. Ja, nee. Doe maar gas. Ik ben er niet bang voor hoor. Het is een oude supermarkt. Het zal wel weer zo'n verlaten iets zijn waar we nu gaan battelen. Let maar op. Oeh, bijna een trainer. Oh. Oepsie. Nou, zeg dat jij vast een geest Pokémon hebt. Togedemaru. Oh, een elektriciteits Pokémon. No. Oh, het regent. Dat is echt niet echt lekker chill of zo. Wat wel relaxed voor een elektriciteits-Pokémon als het regent. Hier, neem nog een Fire Fang. Oh, bijna neer. Meen je niet? Uh-oh. Ja, dit doet even ouw. Ook meteen paralyzed. Lekker hoor, Togedemaru. Even kijken, wat gaat er komen? Want als er weer een elektriciteits komt, gaan we Leafeon inzetten. Een Gabite. Voor de zekerheid toch maar even Leafeon inzetten. Verstandige keus, denk ik. Ja, op zich. Razor Leaf. Kijk, dat was wel lekker. Een zandstorm in de regen. Nou, het regen is nu ook weg, maar we hebben nu een zandstorm. Nou, hier, neem wat bladeren in die zandstorm met je mee. Zou toch eigenlijk wel meer schade moeten doen dan die bladeren? En die worden door de zandstorm versneld naar hem toegestuurd. Ah. Nou, hier, nog een Razorleaf. Nou, nu moet hij wel neer zijn, denk ik. Ja hoor. Tot ziens, je bent de zwakste schakel. Hoppa, level 31, Leafeon. Iemand anders nog omhoog? Nee, niemand anders omhoog. Murkrow, we hoeft hier helemaal niet eens te zijn. We moesten hierheen. Wat stom van mij dat ik met hem ben gaan vechten. Was helemaal niet nodig. De trial is gewoon hier al. Nou, wat is de trial? Oké, we moeten de
totem Pokémon vinden en met de Pokéfinder een foto maken. Het is alleen een trickster. Zou het een mannetje of vrouwtje zijn? Nee, daar komen we nog wel achter. We moeten foto's maken. Hij speelt spelletjes. Nou, daar gaan we. Moeten we onze Pokémon nog even wat geven? Laten we dat even doen. Een Paralyzed Heal even op Torkoal. Zou wel handig zijn. En laten we ook even een hyperpoosje geven. Daar gaan we. In de oude verlaten supermarkt moeten wij een Pokémon vinden die verstoppertje wil spelen. Nou. Is het een Gastly? Nee. Hallo Gastly. We kunnen geen Pokémon's vangen. Dat is toch best zuur. Zit hier een Gastly level 30 denk ik. Ja, zie je. Hebben we al een Haunter level 30, maar we mogen hem niet vangen. Hier, krijg een lekker likkie op je koppie. Ja, dat is niet pijn. Of fijn. En dan ben je ook nog geparalyzed. Hoeveel van deze Gastly's zullen waarschijnlijk Curse gebruiken? Ik ben heel benieuwd. Waarschijnlijk is denk ik de eind-Pokémon een Gengar. Gok ik. Gyarados, level 26. Nice. Hoppa, dit gaat goed. Oh, een Pikachu. Ja, het is een Pikachu. Het is een Pikachu, ik weet het zeker. Kom maar op, Haunter. Ik ben voor jou ook niet bang. Dan hebben we hierna denk ik nog een Haunter en dan krijgen we een Gengar of iets. Maar waarschijnlijk is de eind-Pokémon een Pikachu. Ik zag hem net wegrennen. Even kijken. Jij wil vast ook wel een lekker likkie op je koppie. Word jij ook maar even geparalyzed, alsjeblieft. Ja hoor, alsjeblieft. Oh, ga je teruglikken? Hé, het is geen likwedstrijd, jongen. Oh, nu ben ik ook geparalyzed. Nou, lekker heen en weer gelikt dit. Hier, ik krijg nog een lik dan. Hier. Blech. Ja, nu ben je dood. Torkoal level 34. Even verzorgen deze Torkoal. Oh! Dit wist ik niet. Ik dacht dat Torkoal pas ging levelen op level 36, joh. Hey, nice. Een Incineroar. Yeah. Voor de zoveelste keer dat een startersvuur Pokémon van vier poten naar 2 gaat. Yeah. Woe, nice. Ja, we hebben hem compleet. En nu? It's like we're playing bingo over here, zegt hij. Oh, je krijgt er niks bijzonders voor of zo. Was wel tof geweest. Wat ga jij leren? Darkest Lariat. Ik wil eens kijken wat dat doet. Is dat zo'n krachtige aanval? 85. Ja, laten we hem hier maar even voor ruilen. Want Scratch gebruiken we toch niet. Power van 85. Ik ben benieuwd. Het klinkt wel cool. Nou, nice. Moet je nagaan dat we zo'n grote kat moeten gaan brushen. Zullen we maar niet aan zijn riem gaan zitten? Zou dat pijn doen? Ja, dus. Even zo over je kopje. Vind je lekker, hè? Ja, jochie. Niet? Dat vind je wel lekker. Ja, vind je dus wel lekker, hè? Wil je ook een cookie? Hier, neem een cookie. Nou, je bent mijn allerbeste maatje weer, hoor. Oh, ja, zie je? Het was een Pikachu. Ja, ja, gespot. Nu gaan de doosjes rommelen straks of iets. Nee, niet. Oh, daar heb je een Pikachu. Ze zweven, lol. Ja, tuurlijk. Laten we even kijken wat hij zit voor iets geks. Wat stuurt hij? Ah, een Gengar! Awesome! Yeah, Gengar! Haha, zo'n coole Pokémon. Nou, laat jouw nieuwe aanvallen zien, jongen. Zo. Hij is wel in één klap dood. Nice. Goeie aanval. Electabuzz, level 31. Nice. Oh, hij gaat naar achter. Ja, wou net zeggen. Ik deed niks, maar de deur ging open. Ja, ik zag hem ook wel wegrennen. Pikachu. Een Mimikyu, denk ik. Hallo? Het is een Mimikyu! Ik dacht dat het een Pikachu was. See me? Wat cool! Dit is wel cool gedaan. Ik dacht serieus dat het Pikachu was. Maar ja, de Mimikyu, vanzelfsprekend. Ja, jij bent wel sterk, dacht ik. Ja, dat dacht ik al wel. Oh, maak hem af. Zo, hij is nog groot ook, joh. Ik wist niet dat Mimikyu zo groot was. Oké, het veld. Nice. Deze klap ga je niet fijn vinden, jochie. Bam! No, de eerste aanval is natuurlijk altijd mis. Dit had ik moeten weten. Dit had ik moeten weten. Een Haunter erbij. Ja hoor, lekker. Oké, dezelfde aanval, maar dan nog een keer. Nee. Oké, zeg alsjeblieft niet dat Haunter nu ook mag. Ja hoor, tuurlijk. Haunter mag ook nog een keer. Dit meen je niet. En ik dan? Ja, deze is neer. Kan ik je nu al vertellen? Je bent de zwakste schakel. En nu is die dood. Shadow Claw. Oké, Mimikyu is wel awesome, though. Ja, jammer. Heeft geen zin. Nou, hier. Mimikyu, kan je ook tegen me mijn Shadow op? Denk het niet. Die Mimikyu is knijtersgroot, jongen. Echt knijtersgroot.
Nee! Niet weer hypnosis. Tuurlijk. Maar Shadow is nog steeds te sterk voor dit. Hoe dan? Nou, maar Shadow, ga alsjeblieft nu even een aanval doen, alsjeblieft. Word even wakker. Wakker worden. Nope. Nou, doe maar Shadow. Ja, maar Shadow is dood. Kan ik je nou vertellen? Ja, dat had geen zin. Ja, ik denk maar Haunter. En dan gaan we hem gewoon cursen, die Mimikyu. Ik weet het anders ook niet. Please. Ik denk niet dat wij als eerste een aanval mogen doen, maar... curse die Mimikyu. Shadow Claw. Nee. Tuurlijk! Instant dood gewoon ook! No. Electabuzz, jij wil zo graag Pikachu zijn, krijg je een Thunder Punch op je hoofd. Hier, Thunder Punch. Ah, dat play true, joh! Daar kun je niks tegen doen! Holy moly! Die Mimikyu die klapt hem overal erop, joh! Ha! Dit is niet normaal! We hebben geen één aanval meer gehad op die Mimikyu. Ja, weer play true. Doei, Livien. Ja, stop hem maar weer. Oh, nee! We mogen aanvallen! Ja, hypnosis. Dit is niet normaal, dit. Holy moly. Ja, maakt niet uit. We kunnen niks doen. Sucker punch. Ja, weer playthrough. Is die aanval nou nog niet op of zo? Hallo? Nou, Gyarados, maak er wat van. Gaat hem ook niet worden, hoor. Gooi jij even een twister. Ja, je intimideert wel, jonkie. Gooi maar een twister. Maar je krijgt toch een playthrough op je hoofd. Oh, nee, je krijgt een hypnosis op je hoofd. Wat een verrassing. Het is of een playthrough of een hypnosis. We hadden gewoon die Haunter meteen uit moeten schakelen. Nou, playthrough. Komt-ie. Nee, sucker punch. Oké, nou dat doet niet veel. Oh, Gyarados. Sucker punch. Komt-ie weer. Ja hoor. Nou, playthrough. Of play rough. Play rough heet het ook gewoon. Sorry. En Gyarados die tukt gewoon nog even lekker door. Nice. Hi. Ja, dit is top, man. Nou, ik krijg nog een play rough. Ja, tot ziens, Gyarados. Dat play rough, joh. Daar kunnen we niks tegen doen. Niks. Ja, nee, dat redden we niet eens. Terug in het Pokémon Center. Dankjewel, zuster Joy. Holy moly. Die Haunter, jongen. Als ze die Haunter heen kalt, dan is het gewoon niet leuk meer. We gaan hem gewoon verslaan. Mimikyu, je krijgt geen tweede kans meer. Of geen derde kans meer van ons. Daar gaan we. Weg met die Mimikyu. We moeten even gaan kijken. De eerste aanval dodgt hij dus. Ja, want dat is eigenlijk zijn speciale ability. Dat is altijd met Mimikyu. Dat is ook wel vervelend als je tegen een Mimikyu speelt. Maar op zich, ja, wel super chill als je er eentje hebt. Laten we gewoon beginnen met een rustig embertje. Kijk, hoppa, aanval neer. Ga nou niet je Haunter in callen. 3 keer raden wie er komt, jongens. Het is een... Haunter! Nee, dat wist ik niet. Oh. Wat gaan we doen? Ik ga het gewoon proberen ook. Ik ga gewoon nog een keer zo hard die Mimikyu hopelijk raken. Play rough. In 1 keer neer? Nee. Nightshade! Thanks, Haunter! Thanks! Mimikyu, neem deze! Keihard op je gezicht! Bam! Ja, dat voelt niet lekker, hè? Nee. Nou, dat ga ik denk ik niet nog een keer. Play rough. Ja, was te verwachten. Maar Mimikyu is voor de helft neer. Dat is chill. Marshadow. Ik ga het gewoon gokken. Marshadow, die moet gewoon de eerste aanval raak gooien. Als de eerste aanval raak is, hebben we Mimikyu. Please, Spectral Thief. Luister alsjeblieft. Yes! Doe maar. Komt-ie. Komt-ie. Ja, dit vind je niet leuk. Maar. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Doeg, Mimikyu. Was leuk. Maar nu win je niet meer van me. Yeah. Nu hoef alleen nog maar 1 Haunter te verslaan. Jij mag mij zo lang blijven aanvallen als je wil, Haunter. Maar ik ben niet bang voor je. Oh, wat was dit een gok die we moesten nemen. Maar Shadow zou nog wel even boven poosje blijven slapen. Geef nog maar lekker een lever, jongen. Top. Hier, neem een Shadowball. Voordat ik wakker word, jongen, dan ga jij wel rennen, Haunter, kan ik je vertellen. Ja, kijk, ik ben wakker. Doei, Haunter. Was leuk jou gekend te hebben, jochie. Tot ziens. Hoppa. Yeah. Zo cool, die move van mijn Shadow daarna nog even. Nou, ja, we hebben de trial gehad. Ja hoor. Toppie. Goed gedaan. Oh yeah, kijk even, dames en heren. Hoe mooi die is. Hoppa, weer een nieuwe move erbij. Kijk, dit is top. Dit is top.
Nou, we hebben in ieder geval een set move voor Haunter. Oh ja, die is wel cool. Nice. Ze zegt, het is geen slecht idee om een geest-Pokémon in je team te hebben. Ik heb al een Haunter. Je weet niet eens wat ik in mijn team heb, joh. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ze gooit in één keer die ogenwagenheid open en ze is er vandoor. Nou, de groetjes. We mogen hier Pokémons vangen nu, zegt ze. Wat zou je rondlopen dan? Als er een Mimikyu is, ga ik hem sowieso vangen. Ik wil één Mimikyu hebben. There we go. There we go. Sowieso één Mimikyu. Ik wil hem hebben. Gewoon om te hebben. Even kijken. Doe maar even een Electrobal. Want dat eerste aanval doet toch niet zoveel. Pats. Yep. Die dodged. Weg. Weg. Dat hoofd in één keer. Weg. Ja. Je hebt me aangevallen. Weg. Mijn nek. Weg. Een Thunder Punch. Paralyzed. Kijk. Nu kan je niet meer play rough doen, jonkie. Nu wordt het een serieus gevecht. Thunder Punch. Pats. Mimic. Oké. Okay, dat mag. Mimikyu learn Thunder Punch. Eén Thunder Punch, dan is ze wel neer, denk ik. Nou, niet neer, maar dan kunnen we er makkelijker vangen. Kijk, dat bedoel ik in het rood. Krijg gewoon een Thunder Punch terug. Hé, hey, joh, stop dat, man. Even kijken. Oh, wacht. Pokeballen. Ze heeft mij speciale Dusk Balls gegeven. Dan gaan we je even gooien. Komt-ie. Dat is één. Ga je eruit? Oh my god. Nou, gooi hem een Great Ball. Dat heeft elke keer goed gewerkt. Hier, Great Ball. Komt-ie. 1, 2. Oh, Mimikyu, please. Arg, almost had it. Ja, dit is vervelend. Nu gaat het nog eventjes duren. Nou, poging nummer 3. 1, 2, 3. Ja hoor. Hoppa, Mimikyu op het lijstje. Ik weet nog niet wat ik ermee wil, maar ik wil hem wel in het team heel graag. Oeh, Ice Fang. Nice. Ja. Doet hij veel schade? 65. Als ik hem ruil voor... Splash. Nee, Splash, die moeten we houden. Dat is vet sterk. Nice. Gyarados kan een ice move. Blij mee. Mimikyu in de Pokédex erbij. Hoppa. Heel mooi. Nou, die hoeven we niet in ons team. Ook geen nickname. Gooi hem maar meteen naar de box. Ik wil gewoon Mimikyu hebben. Klaar. Gaat niet zozeer omdat ik hem ga trainen of iets. Ik wil gewoon Mimikyu hebben. Taurus, we need you. Oh nee, wacht. We kunnen waarschijnlijk wel met Gyarados vliegen eigenlijk. Charizard bedoel ik. Met Gyarados vliegen. Hoor mij dat even zeggen. Hoor mij dat. We kunnen waarschijnlijk wel met Gyarados vliegen. Gyarados, vlieg. Ik zie het al voor dat je de Gyarados daar gewoon zo ziet vliegen. Op zich met Mega Gyarados zou het nog wel kunnen, want die heeft wel van die echte gigantische kieuwen. Maar, oké. Ja, ons teampje ziet er wel echt netjes uit. Echt strak. Heb er wel vertrouwen in. Even kijken. We moeten even Towers pakken, want dat is nog wel even een lekker stukje wandelen hier zo de hoek om. Hoppa, kijk, daar gaan we. Is Lily hier nou nog steeds op ons... Ah, nee, komen jullie hier nou ook weer, Team Skull? Nou, kom maar op. Battle. Oh, de baas wil tegen mij weer battelen. Wat een verrassing. Ze willen ook altijd mij hebben. Ik ben er klaar voor. Kom erop. Ja, je hebt geen kans. De vorige keer ook niet. Nu weer niet. Golbat. Ja, kom je met een Golbat hierheen? Dat heb ik hier nou aan. Incineroar. Kom maar. Incineroar. Dat ga je niet leuk vinden. Maar kijk, ik heb een nieuwe aanval. Poison Fang. Ah, oké. Ga je me poisonen? Nou, dat mag. Doe maar hoor. Tuurlijk, vind ik helemaal niet erg. Ik klap al je Pokémon's aan de kant. Komt-ie. Hoppa! Pats! U bent nog niet neer? Sterk verhaal dit. Neem dan nog even een lekker Firefangetje of zo. Krijg jij een Firefang? Neem ik nog een Poison Fang voor jou? Krijg jij een Firefang, ja? Deal? Hier. Hoppa! Doei! Nou, wat is je volgende Pokémon? Livian, ook level 32. Damn, nice. Wat is je volgende Pokémon? Laat het zien. Wat wil je gaan inzetten? Salazzle. Moeten we water voor hebben. Maar onze Gyarados heeft nog geen wateraanval. Nou, maken we gewoon even deze af. We hebben iets meer XP voor onszelf. Laat ons eerst even bewegen. Zou wel lief zijn? Nee, dacht ik al. Hij is veel sneller in move. Niet echt super effectief. Hier, neem deze aanval dan. Hier. Bats. Dit gaat wel even wat oud doen, denk ik. Ja, dat dacht ik al. Poison, die is gewoon killing. Hij gaat ons weer met hetzelfde doen. Ja, Flameburst neer. Helaas. Het scheelde niet veel. Even kijken, wie gaan we pakken? Doe maar toch Gyarados. Ik ben wel benieuwd of een ijsaanval bij jou veel schade doet. Dat is even goed om te weten. Ja, voelt je meteen geïntimideerd, hè, door mijn Gyarados. Oké, niet echt effectief staat er ook meteen. Gooi dan maar even een twister zijn kant op.
Ja, dat is ook niet effectief, want het is een water-Pokémon. Ja, water slash draak. Oké, dit gaat nog even een poosje duren. Bijt hem dan maar even. Waarschijnlijk gaat Gyarados nog dood ook. Of toch niet. Doei! Oh, Gyarados bijna level omhoog. Electabuzz level 32. Nice. Ik denk ook dat dit gewoon ons team is waar we de Elite 4 mee gaan, gaan bestrijden straks. Yeah, kijk eens even stoer weglopen nadat ze nog verloren hebben ook. Nou, drie keer raden wie er weer achteraan mag. Wat een verrassing. Mag je nog een keer raden? Ja, wij weer. Let's go. Oh, een trainer. Potverdikkie. Wat heb jij voor Pokémon? Hier komt een Electabuzz. Een Senshu. Oh, dat is balen. Oh nee, dit is die Alolan Senshu natuurlijk. Ja, dat is ijs. Oh, dat is wel lekker. Even een lekkere bliksemstoot op ijs. We hadden beter Elekid kunnen houden, kom ik net achter. We leren nu pas Thunder op level 55. Elekid op level 43. Beetje balen dit. Shadowbone. Zo cool die Marowak. Zo cool. Haunter, ik kies jou. Maak het af. Ja, Haunter is moeilijk te verslaan. Vroeger moet je nagaan dat Haunter vroeger nog, of althans Gengar, Haunter, Gastly, veel moeilijker te verslaan was. Ze zijn nu een beetje genervd. Vroeger waren ze freaking sterk. Dan deden bepaalde aanvallen deden gewoon helemaal niks. Het was altijd super moeilijk om een Gengar uit te schakelen. Nu is het wat makkelijker geworden. Zoals een Earthquake, dat werkt weer wel. Vroeger werkte dat helemaal niet. Dus ja, op zich. Oeh, Shadow Ball. Nice. Ja, forget an old move. Ik haal Hypnosis eruit. Dus toch niet een aanval die ik snel gebruik. Misschien super stom. Maar dan heb ik liever Shadow Ball erin. Gyarados level 28. Maar Shadow level 52. Kijk, nu gaat het goed. Nog een Sandshrew. Kom maar. Oh, maar die hadden we net toch ook al een klap gegeven, die Sandshrew. Ja, ik wou net zeggen. Hier, neem een Shadow Ball. Ja, die doet altijd wel veel schade, Shadow Ball. Doei, Sandshrew. Doei, doei. Ja, dat dacht ik al. Vind je niet leuk? Nee. Nee, is ook niet leuk verliezen. Nee, nee. Hallo. Zo, wat heb jij een chic kapsel, joh. Naar welke kapper ga jij? Man, oh man, what is going on today? Wat is er allemaal aan de hand? Ik zeg kop. We moeten kijken wat het is. Kop of munt? Ik zeg gewoon kop. En het is? Oh, nice. Oh, we kunnen met Sharpedo racen. Yeah, dankjewel. Maybe you don't need to hear this from me. Oké, doe B en dan ben je een turbojet. Oké, nice. We hebben een Sharpedo. Sharpedo Jet. Hoppa. Yeah. Oh, we kunnen hier doorheen, hè, nu. Oh. Nee. Wat krijgen we nou voor Pokémons? Nee. Willen we niet. Ik ren even weg, ja, als je het niet erg vindt. Even al deze dingen slopen, dat is wel leuk. Wat krijgen we voor nieuwe Pokémon weer? Een Pelipper. De evaluatie van een Wingull. Een Pelip hoofd. Gassen. Broem, broem, broem. Hé, hey, hier zit een los strandje. Kijk, hier zit een pokebal. Wat zit het? Een divebal. Prima, maar niet heus. Nou, Pokémon Center hier. Helemaal goed. Zo, dit ziet er cool uit. Hier ligt weer zo'n Zygarde stukje, hè. Wat is dit? Oh! Nee. Dit kan een shiny Pokémon zijn. Nee, deze is niet shiny. Als die shiny was geweest, dan had het dus, was het roze geweest. Level 35. Hoppa. Een red nectar. Boe. Ik had echt gehoopt op een shiny Pokémon, jongen. Als je dat glinster in de bosje ziet, kan het dus soms zijn dat je een shiny Pokémon tegenkomt. Een Oricorio. Nou, draai hem even een flinke draaikolk. Hartstikke idee. Doei, vogel. Oh, net niet. Even lekker dansen. Oh, ze dansen samen. Ik ben confused. Dit is wel super lachen. Nou, draai even een lekker pirouetje die kant op en geef hem een klap op zijn kop. Hier, we draaien een pirouet met je dans mee. Hier, hoppa. Klets. Doei, Oricorio. Het was leuk je gekend te hebben. Recht zo, die gaat naar boven. Ja, want hier zit Team Skull weer. De stoere boys. Selling dit. Ja, kom maar op. Doe gewoon even een dark aanval. Heeft geen zin om een vuuraanval erop te doen. Hier, daar gaan we. Mag jij nou als eerste flame burst doen op mij? Het doet niet veel schade, maar alsnog. Bam! Ja, dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Dat snap ik wel. Ja, dat is niet leuk. Doei. Doei. Ja, die team... Ja, jongen, wat wil jij... Wil je daar ook nog weer even mee bemoeien? Laat me er gewoon langs. Jullie verliezen toch elke battle tegen mij. De enige die mij verslagen heeft is een Mimikyu net. Vettori. Een Rattata. Kidding.
Heb je nu nog een Rattata? Nu nog? Oi. Meisje. Je moet je laten evolueren in een Raticate. Hier, neem even een lekkere vuurhap. Hoppa. Zo, kijk hem even klap uitdelen, jongen, die Rattata van de. Nou, hier, nog een klappie. Happie. Hap. Doei, Rattata. Doei. Ik krijg maar 378 XP ervan. Ik kreeg net nog meer gewoon serieus van die twee wilde Pokémon's die ik tegenkwam. Dan in plaats van jouw Rattata. Nou, gaat niet zo lekker. We worden hier gewoon verslagen door een Raticate en een Rattata. Nog even een happy. We laten hem wel doodgaan. Dan kunnen we een andere Pokémon kunnen we mee af... Oeh. Maar, kunnen we het mee afmaken. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Electabuzz, maak jij maar even af. Kijk, als we straks een van die Elite Four is een watertrainer. Ja, super chill. Gewoon met Electabuzz gewoon puntje en... Klaar, komen we er zo doorheen. Gyarados level 29. Kijk, straks ook super chill voor een vuur-Pokémon trainer. Kunnen we gewoon wateraanvallen leren. Ik heb hier wel vertrouwen in. Ja, komen jullie maar een 2v2 battle doen. Ben er ook niet bang voor. Ja, ik wil jullie joinen. Mag ik jullie joinen? 2 tegen 2, kom maar op. Ben niet bang. Team Skull Grunt. Een Drowsy en een Haunter. Oké, laten we raden. Die Haunter die gaat de hele tijd hypnose doen. Maar drie keer raden wat ik ook heb. Ik heb ook een Haunter. Hey, wat toevallig. Zou Electrobal 2 aanvallen? Nee, ook eentje. Dan doen we gewoon een Thunder Punch op jouw Haunter. En jouw Haunter, die krijgt van mij... Een shadowbal op je Haunter. Hier, Thunder Punch! Bats! Oh, ga je... Shadow Punch! Waarom heb ik geen shadowbal gedaan eigenlijk? Doei, Haunter! U bent de zwakste schakel. Electabuzz level 33. Top! Haunter level 34. Top! Oh, Psybeam. Ja, dat is wel een lekkere aanval. Dat doet wel wat schade, ja. Maar niet veel. Hier, Thunder Punch op je Drowsy. En... Een shadowbal op je Drowsy. Thunder Punch. Klets. Shadowbal. Klets. Doei. Ja, was leuk je tegen je gevochten te hebben, Drowsy. Was top. Ja, dit was top. Iemand omhoog? Nee, niemand meer omhoog. Jammer. Ja, schrik je van, hè? Goeie trainer, joh. Nou, not fair. Nee, inderdaad, niet eerlijk. Maar laat me maar even naar binnen. We gaan even de boeier afmaken. Ben er klaar mee met jullie? Hallo? Wie ben jij? Hij vraagt of we er klaar voor zijn. Of wij Team Skull willen joinen. Ja, we willen ze gewoon kapot maken. We willen ze gewoon helemaal kapot maken. Oh, dit is echt niet leuk. Wat hebben ze gedaan met die stad? Gaan we weer vechten, joh? Oké, ze hebben het allemaal geblokkeerd. Maar er zal vast wel een weggetje zijn waar ze ons niet zullen zien. Denk hier langs. Kijk. Haha, gevonden. Kom dan. Verrassing. Ik ben echt niet bang voor je hoor of zo. Wat heb jij? Spinarak. Oké. Dan is het niet handig om een Electabuzz in te zetten, kan ik je vertellen. Ik wist niet dat ze met pinachtige Pokémon's in één keer gingen werken. Doe maar een Thunder Punch. Ik weet dat het niet super effectief is omdat gras is, maar ja, beter dan niks. Nou, toch wel een lekkere klap. Doe nog maar eentje Electabuzz. Maar sla die spin maar neer. Hoppa, doei Spinarak. Nou, komt je vriendje ook nog even stoer doen? Want ja, de eerste is verslagen, dan gaat die andere ook nog even stoer doen. Yup. Yeah. Ik denk dat die oude man die we net tegenkomen van de nieuwe trial is of zo. De laatste trial. Gok ik. Hij heeft een Grimer. Nou, die kan ook wel een Thunder Punch op zijn hoofd krijgen. Oh, doen we Thunder Wave. Mag ook. Ben je toch paralyzed? Hier, alsjeblieft. Dat is vervelend. Ja, ik kan nog wel een crunch eruit halen. Oké. Zo, even niet zoveel schade doen, joh. Ja, oké. Electabuzz is neer. Geef niet. Gaan we verder met Haunter. Gooi maar even een shadowbal die kant op. Het is niet super effectief, maar... Het zal wel wat schade doen, dacht ik al. Paralyzed. Ja, top. Afmaken deze dikke, vette Grimer. Hoppa, 443 XP'tjes erbij. Nou, de eerste barricade gesloopt, jongens. Move. Hoe is het met Pokémon Center? Zou zuster Joy nog werken? Ha, dit meen je niet! Hey, hallo, kan ik hier mijn Pokémon's reviven? We will help you to heal your team. Oké. Sounds good, yo. Hey, genees even mijn Pokémon's voor $10. Hebben ze het echt gedaan? Ja hoor, ze hebben gewoon mijn Pokémon's genezen voor $10. Dankjewel hè, dan kan ik de rest van je teamgenoten in elkaar stompen. Doei. Hier, weer een barricade. Maar hey, we hebben weer een gat door de heg gevonden. Oh, er staat iemand op die auto. Hey, jij daar, bovenop die auto. Vriendjes hebben mij even genezen. En ik ga jou even verslaan. Ik hoop dat jij er klaar voor bent. Team Skull Grunt. Heeft hij ook weer een Spinarak? Een Fomantis? Oké.
Mag ook. Zal ik je wat vertellen wie weer leeft? There you go. Zou je even een beetje vuur geven? Vind je vast wel leuk, denk ik. Level 34. We lopen een beetje gelijk met zijn, met hun Pokémon levels. Dat is wel een beetje balen. We lopen nu voor weer. Level 36, top. 2 voor. Dat is niet veel. Nee, dat is niet veel. Celendit. Nee, kom maar. Geef niet. Wat zullen we eens doen? We gooien even een lekkere pirouette. Nasty Plot. Ideetje. Ja, die doet ouw. Tot ziens. Hoppa. Nice. Top. Nou, kerel van de auto eraf. Easy peasy gewoon dit. Nou, laat ons er maar weer langs. Gaan we even over het trappetje heen. Zou ze ons zien? Zullen we er omheen kunnen lopen? Ik geloof al die gasten wel. We winnen toch alles. Ja, top. Ik vind dan wel prima al die gasten van Team Skull. We zijn toch super slecht. Hallo, ik hoef hier niet bij een meisjesruzie te zijn. Het gaat over een t-shirt die zij van hem draagt en... Nee, ga nou niet willen battelen, meisje. Je bent echt niet lekker met je Team Skull trui van de ander of zo. Je bent gewoon vervelend. Ja, je bent echt vervelend. Man. Met je Rattata. Waarom hebben ze allemaal een Rattata in één keer? Level 34 Rattata of 33, let maar op. Komt 35 Rattata zelfs nog. Kan het nog gekker worden? Ja, dit doet ouw. Maar waarom een Rattata, please? Nou, doei Rattata. Was gezellig, Rattata. Nou, nu gaat je andere vriendin die jouw tanktop van jou heeft gejat, gaat nu ook willen vechten. Kijk. Ja, nee, kijk. Ik ben wel veel beter. Kijk, kom erop. Een Raticate. Oh, nou, jij bent wel wat verder dan je buurvrouw, mevrouw. Ah, maar jij bent ook level 35. Nou, jouw Raticate was ook geen partij voor ons. Was een heel interessant iets om mee te mogen kijken wat jullie deden. Ah, nee, we moeten rondkijken in deze mansion wat... Oh, chips. We moeten de hele mansion af gaan zoeken naar wat hij nou allemaal doet. Oh, dit is pittig. Zo, even alles uitgezocht. En eindelijk is het zover. Hé, een Pokeball. Wel gevaarlijk hoor, we lopen hier gewoon over het dak. De grote baas hemzelf. De gehate baas die jou elke keer, maar dan ook elke keer verslaat. Precies, daarom heb ik je de vorige keer ook verslagen, jochie. Geef mij die Young Goose, nu. Oké, kom maar op. Wil je weer een gevecht aangaan, jongen? Elke keer wil jij er maar weer mee bemoeien, hè? Om een beetje stoer te doen. De vorige keer liep dit ook niet zo lekker af, hè? Toen ik je monster in de fik zette. Laat ik dat weer doen. Ja, anders geef ik hem een pirouette. Ik denk dat ik dood ben. Oh nee, nice. Ik ben sneller. Hier, bats. Een critical hit. Racer Shell. Doet niet veel, maar het kan wel zijn dat ik dood ben. Yep. Omdat ik al sowieso laag was. Nou, je vraagt er ook gewoon om. Hier, neem een Marshadow. Level 52 Marshadow. Doe jij maar even een grote vette Shadowball. Nee! Huh? Luistert Marshadow nou nog steeds niet? Waar heeft hij last van? Ik dacht dat ik al lang level 50 Pokémons kon gebruiken. Maar blijkbaar is dat al wat anders. Electabuzz, level 34. Haunter, level 35. Leafeon, level 34. Gyarados, level 30. Nice. Aquatail. Even kijken of deze wel een beetje oké schade doet. 90 om 90. Tackle eruit. Hebben we in ieder geval onze eerste wateraanval. Top. Gyarados learned Aquatail. Ariados. Nee, laat maar staan. Hier, nog een Shadowball. Oh, nee. Ja, dit is wel effectief. Maar deze is denk ik effectiever. Maar die deed wel oud, denk ik. Sucker Punch. Ja, leuk, maar... Oh, hij gaat nog denk ik met mijn Shadow killen ook, joh. Ja, denk het wel nu. Afgelopen. Doei. Oh, 5 HP. Loving around. Nog steeds, jongen. Waarom wil je dat ding niet verslaan? Ja, ga dan maar dood ook. Ja, dan verdien je het ook niet om te blijven leven, hoor, mijn Shadow. Nee, echt niet. Even goed nadenken. Met wie gaan we het afmaken? Electabuzz. Die mag het afmaken met een Thunder Punch. Bam! Ja, afgelopen. Niemand die omhoog wil? Nee, prima. Jongens, wil je nou gewoon alsjeblieft kappen met Team Skull zijn? Dit is nou de zoveelste keer dat we je verslagen hebben. We komen een Pokémon redden en hij rent er gewoon vandoor. I'm gonna beat you down one of these days. Ja, precies. Ooit. Ooit zal je me misschien een keer verslaan. Nice, een nieuwe set move. Dankjewel. Kunnen we hier al langs? Nee, we kunnen hier nog niet langs. Hier ook niet. We moeten weer helemaal via het raam naar buiten. Nou, de baas verslagen, jongens. Heeft hij denk ik niks meer op te zeggen. Wat heb jij hierop te antwoorden? Moet ik je hiervoor bedanken, zegt hij. Tuurlijk. Hij is wel moody man, denk ik. Dikke wallen, jongen. Uncle Nanu. Graag gedaan voor het helpen. Oké, we moesten terug bij dit huis komen. En... Ja, we hebben die Young Goose teruggebracht. Nou, die heeft het echt naar zijn zin. Oh, Lily is er vandoor.
Meen je niet? Aantal uren later. Of eerder. Uh-oh. Hij zegt dat wij dus haar kwijt zijn en hij laat zien hoe woest hij is. Colbert, kom maar op. Gaan we vechten omdat Lily verdwenen is? Als we nou met z'n allen gaan zoeken waar Lily is in plaats dat we gaan vechten, denk ik dat we veel verder gaan komen, vriend. Maar ja, oké, als jij wil vechten, joh. Prima. Ik vind het goed. Helemaal goed, joh. Hier, laten we even een set move gebruiken. Ik ben wel een beetje klaar met jou. Geen critical hit. Nee, hier krijg je een set move. Alsjeblieft. Jij hebt nog geen set move gedaan, hè? Nee. Laat hem even zien, jochie. Inferno Overdrive. Ja, die Golbat die moet wel neer zijn, denk ik. De Golbat. Type 0. Ah, oké. Nee, blijf er wel voor staan. Vind ik niet erg. Ah, Crush Claw. Ja, deze is neer. Was te verwachten. Helaas. Pindakaas. Ik denk dat ik even Marshadow gooi tegen type 0. Die heeft de meest super effectieve aanvallen ervoor. Als die wat doet. Close combat. Nee, kijkt weer de andere kant op. Lekker Marshadow. Top. Thanks voor het helpen. Nou, nu dan. Hoppa. Close combat. Ja, dat vind je niet chill, hè? Nee, dacht ik al. Doei, type 0. Wat ga je voor Pokémon gooien? Sneasel. Ja, kunnen we op zich een andere Pokémon voor nemen. Ik vind Haunter wel een lekkere voor Sneasel. Kom maar, Haunter. Go. Gooi maar even een dikke Shadow Ball naar Sneasel toe als je wil. Komt-ie. Faint Attack. Ja, dit gaat oud doen. Waarom nou die aanval? Hij staat wel net zo stoer als de Sneasel, zijn trainer. Doe maar jij maar even een Thunder Punch. Ik denk dat je ook doodgaat in één keer. Ja, nee, net niet. Lekker. Kijk, deze elektrobus, jongen. Ik ben zo blij dat we deze in ons team hebben genomen. Of althans, Elekid hebben gevangen. Hier, bam! Doei, Sneasel. De groetjes. 697 XP maar. Ja, jongen, je gaat nooit van ons winnen. Kan ik je nou al vertellen? Ja, dat was verkeerd van me. Nee, had ik je ook kunnen vertellen. Nu gaan we het beleven. Nou, is de politie er weer? Huh? Ben je een eiland Kahuna? Oké, kom maar op. Was ook wel te verwachten dat hij er eentje was, maar... hè? Kom maar op. Wat voor Pokémon zou die hebben? Sebli. Zijn mijn Pokémon wel genezen, mag ik hopen? Ja, top. Ik wou net zeggen, anders wordt het wel leuk. Ja, we lopen wel iets achter met de trainer van onze Pokémon, maar dat geeft niet. Bam! Kijk, dat was even een lekkere halve klap op je kop. Kijk, we hebben nu wel meer variatie in ons team, dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat is wel heel chill. Doe maar, maak het af. Oké, top. Die is neer. Wat is zijn volgende Pokémon? 1286. Level 37. Top. Op naar de 40. Wat heb je voor volgende Pokémon? Krokorok. Ik vind een Electabuzz daar wel lekker zo'n type voor. Even lekker een Thunder Punch op de krokodillenneus. Kom maar. Hier, komt-ie. No effect? Oh, chips. Nee, joh. Verkeerde keuze. En dat dat wel wat zou doen. Niet effectief. Gyarados, heb jij iets? Ja, ijs en water. Oké, go Gyarados. Jouw beurt. Ik denk dat je wel doodgaat. Oh, we gaan het beleven. Wat is het dan? Is het een steentype? Ja, moet wel. Gyarados doet even wat intimidaties. Ja, Earthquake, dat heeft geen zin. Nee, dat had ik je ook kunnen vertellen. Hoppa, waterstaart. Klets. Nou, lekker Gyarados, jongen. Even wat XP in je broekzak. Level 31, topper. Gyarados is zo'n lekkere, dikke HP-Pokémon. Electabuzz level 35. Nee, ik laat Gyarados nu staan ook. Ik hoop dat hij die Persian afmaakt. Zo'n lekkere, dikke toet, die Persian. Doe maar een ijsaanval. Dan gaat hij niet leuk vinden. Ijsaanval, alsjeblieft. Power Jam. Jemig, geeft hij nou overal Power Jam bij elke Pokémon van hem? Nou, dat vindt hij dus wel prima. Doe jij maar even je Z-move, jochie. Even die Persian afmaken. Ik wil mijn Gyarados niet verliezen, eigenlijk. Power Jam, oké, deze is dood. Tot ziens. Oeh. Doe je set move. 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 Helaas. Dat betekent één ding. Dat houdt in dat we even een Marshadow gaan gooien. Kom maar op, jochie. Kom maar op. Nu is het ook afgelopen met je. We gooien even een Force Palm. Hij wil niet luisteren. Nice. Thanks, Marshadow. Nu dan. Nu dan even. Nu wel even, hè? Ja hoor, toppie. Poef. Recht voor je gezicht. Persian neer. Gyarados even lekkere dikke boost. Haunter level 36. Leafeon level 35. Kijk, dit gaat top. We hebben Kahuna verslagen.
Awesome. Oh, hij lacht. Maar ook echt zo van, well shoot. We krijgen van hem weer iets nieuws. Dankjewel. Weer een nieuwe Z-move. Grand Tral complete. Hoppa, hij doet nog even zijn move eruit, jongen. Wow. Nice. Dank u. Ja? Oh. Hij bleef vet lang stilstaan. Was echt zo, awkward een beetje. Oké. Okay. Nou, tijd om Lily te redden. Team Skull is hier ook al. Nu begint het serieus te worden. Nou, op zoek naar Lily. Ik wil jullie allen hartstikke bedanken weer voor het kijken naar deze ene laatste Pokémon Sun & Moon aflevering. Morgen is de laatste Pokémon Sun & Moon aflevering. Dus druk even op het duimpje omhoog. Vergeet hierboven niet te abonneren. Check vorige video en een rennen video. En dan gaan we vrijdag lekker beginnen met Ultra Sun en Ultra Moon. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!